Oh. Dat is echt pijn. Hij, echt pijn. Je hebt echt pijn, hè? Dat is nog niks. Kijk dan op de reisoutdelen. Hier, jongen. Hier, dit is George gewoon heel pamp erbij. Nee. Ik heb geen idee hoe je hem vast moet houden. Welkom bij deze nieuwe vlog. Wij beginnen de dag met een TikTok-dans. Ik hoop nog steeds op wat chance. Chance, niet één woord mee, chance. Ja, ja. Ja, ik wil ook gewoon even chance de laatste tijd. Ja. Nou, het zit niet mee. Nee. Doe maar weer Tinder downloaden. Ja. Swipe. Op een gegeven moment begin je zo, weet je wel, met swipen. En dan word je gefrustreerd, dan heb je geen matches, ga je steeds harder. Dan twee vingers, drie vingers, de hele hand. Op een gegeven moment zie je gewoon met je knie zo. Dan ga je gewoon trappen tegen je telefoon. Je moet gewoon alles, ja, ik weet niet of het links of rechts, alles goed swipen. En op een gegeven moment heb je wat is een like? Links? Nee, links is wegswipen, rechts is liken volgens mij. Links, rechts, links. Ah, links. Jij moet het weten. Naar rechts. En Mees moet het weten. Oh. Ja. Nee, die heeft geen Tinder. Nee. Niet meer. Het is geblokkeerd. Ja? Ja, we gaan zo vragen. Mees, heb je Tinder? Gaat hij nee? Kom, we gaan hem zo uit de tent lokken, want er staat ze voor de deur. Ja. Hij is met mijn wagen op pad. Maar ook, we gaan een nieuwe regel inlassen. Als je hier moet poepen, dan moet je deze bril op. Ja, dat is goed. Want dan pas je gewoon, ben je helemaal geblend gewoon. The load has been dropped. Mission completed. Ik zit me er ook een partij te irriteren aan mijn haar, jongen. Ik lijk wel een stekelvark. En het is helemaal... Dit is het met die... Ik heb hem altijd natuurlijk die opscheer. En dan dit zo glad. En hier heeft het kaarsrecht zo gemaakt, maar... Als je dan even een tijdje niet gaat, dan ziet het er gelijk uit alsof je gewoon een wc-borstel bent. What's up, bro? How are you doing? Nog stukjes poep erin? Ik wil ook helemaal niet weten met al die vrienden die hier schijten op die pot bij mij. We horen wat en we zien het op de camera's. Mr. Tinder, Mr. Tinder, Mr. Tinder. Hey, Mr. Tinder, Mr. Tinder, Mr. Tinder, Mr. Tinder. Zo ben ik opeens Mr. Tinder. I'm the Tinder swindler. We willen vragen hoe jij het nou doet met al die Tinder gedoe. Ik heb 26 telefoons, 26 verschillende accounts. En dan zit er een machine op die zo alleen maar zo swipe. Een soort Bitcoin farming mine, maar dan voor Tinder. Precies. En dan krijg ik uiteindelijk allemaal mailtjes binnen voor mijn telefoon. Dan kan ik doorschakelen op die telefoon en zo kan ik praten. Oké, maar dan heb je ook bots of zo die dan praten tegen die dames dat iemand ook, ja zegt? Ja, ook. Of is het wel dames of is het alles? Nee, wel dames, ja. Okay. Wel dames. Mr. Tinder, Mr. Tinder, Mr. Tinder. Wat heb je daar allemaal mee? Ik had wat antibiotica nodig. Nee! Ik heb geen sleutel. Dan moet ik over de hek klimmen, denk ik. Wij zaten achter in de tuin, dus de achterdeur staat nog open. Ja. Zie je, zwaar master. Of niet, Mees? Sowieso, bro. Meest die heeft cargo meegenomen. Mucho cargo. Dit, hè? Oh mijn god. Ga je allemaal aandoen vandaag. Echt, joh? Dit ga je maar allemaal... het is veel te lekker weer, joh. Zo koud is het niet. Ja, gewoon, dit ga je allemaal aandoen vandaag. Dit zijn, om precies te zijn, 100 onderbroeken. Dit is het nieuwe design, hè? Nieuwe design, ja. Kijk, space design. Space, moet ik even niet op jouw gezicht scherp stellen. Is het, dit is de ruimtevaart, dus al word je lekker space, dan moet je deze kopen. Ja. Ja, jongens, dit is de space onderbroek. Elk festival beschikbaar. Hij heeft €9. 95, ligt elke maand in je brievenbus. BeMyBoxer.com. Abonneer nu. En op dit YouTube-kanaal. En op de podcast. Voor Erik. Ja, dan voor de buurman, die wil nog onderbroeken. Ja, dat kunnen we even geven dan. Dat is geregeld. Mannen, ik heb een goed idee. Listen up, good idea. Nu steenpier schaar, de vriezer moet alle onderbroeken aan. Ik kan het niet, want ik moet beginnen bij XXL. Jij moet die onderbroeken aandoen. Maakt niet uit, gewoon degene die vriezer moet kijken of tot hoe dichtbij we de 100 kunnen komen. Nee, Don moet gewoon verliezen, vind ik. Vind jij dat ook? Ja, dat komt wel goed. Jij moet het doen, Don. Dit komt het voor jou. Jij moet het doen. Jij gaat die kut onderbroeken aandoen. Waarom ben je zo triggered? Waarom? Ik zat te wachten. Oh. Doe nou, je had kunnen winnen als je er één bij had gedaan, had je gewonnen. In plaats van dit, had je dit. Je lijkt wel alsof je gaat huilen. Ik ga niet huilen, maar die content voor jou bedacht dat voor jou dat jij die onderbroek aan gaat doen. Dom. Ik heb er echt zo geen zin in, jongen, dat is niet normaal. Oh. Nou, ook wij doen het wel. En dan kijken wie zijn ballen gaan afklemmen, want het wordt verschrikkelijk. Eén keer winnen. Yes! Yes! Ja. Kutzooi! Wat? Waarom doe jij die onderbroeken nou? Maat, ik heb een keer... 100 shirts is anders dan 100 onderbroeken. Ja, 100 onderbroeken is 10 keer erg dat je ballen gaan afklemmen. Ah, toen ik die 100 shirts had,
toen ging ik helemaal moeilijk ademen. En het duurt echt even voordat je ze allemaal kapot gesneden uit hebt. Het wereldrecord is 302. Onderbroeken. Ja, maar dat zijn Amerikaanse maten dan. In een heel dun ventje. Een soort oude crackjunk die 50 kilo weegt. Die begint bij kindermaten, dan XS en die bouwt op naar XXXXL. Nou, Hok. Ja. Ja, je hebt er al één aan, toch? Heb je ook Beat My Boxer aan? Ja, tuurlijk. Kijk, top. Zo, ik heb een tante goed idee. We houden allebei zijn onderbroek vast en Okke springt erin. Dank u wel, dat is wel leuk. Maar dan moeten we wel groter pakken, denk ik. Gaan we het buiten doen, jongens? Nee. Gaan we buiten doen? Of binnen. Zo lekker weer. Dit zijn er precies 100, zei jij, hè? Ja, als er 99 zijn, dan pakken we eentje uit de kast. Maar ik denk dat we het nooit redden, maar ik ben benieuwd hoe ver we komen. We gaan gewoon tellen. Ik ook. Oké, meisje, wij kijken die onderbroek zo vasthouden. Is dat een XXL? Ja. Kijk, dat is de nieuwe Space Team. Kijk. Zwaar master! Hij is wel heel dik in de zin. Hij is wel echt te zien. Oké, Hok. 3, 2, 1. Ja, mission failed. Zo, dat is groot bij jou, gek. Ik kreeg er 2 opgezien. Je doet het uit, doe. Ja, ja, moet je met de M proberen. Yes. 1, 2, 3. Party time. Ja. 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 Kijk hoe hoog kan nee, ik doe mijn noten. Kijk, ja. Oh, mijn noten. Ah! Ah! Je tilt gewoon op mijn noten. Oh. De paniek in zijn stem, jongen. Nou, die onderbroek is gelijk onklaargemaakt. Hé, hey, maar ze zijn wel sterk. Ja, ja. Ik kan gewoon niet meer van, ik heb hem opgetild, ja. Hè. Los van de grond af. Het verschil, die kleine Okke naast die grote mees. Kijk dan even, gek. Begin met een emmertje, toch? Begin met een emmertje. Met emmer of met ecstasy? Ja, dat wordt een leuke video. Dat wordt een leuke video dan dit. Ja. Is van een familie. Ja, jij. Ja. Nou, oké, okay, dan gaan. Nou, Okke, ja, dit is tweede. Dit is casino thema. Doe aan, maat. Het is de tweede. Dat is oké. 2 hebben we er nu. Ja, Gaat het al strak zitten? Nee, het zit nog goed. Maar in principe hoeft het niet per se strakker te gaan. Ja, natuurlijk wel. Pas bij een hele grote hoeveelheid. Nou, dan hebben we nu Caramba team. De Caramba. Zo, ja, dit is niet Beat My Boxer, maar Beat My Boxers. Ja. Emmertjes zijn het meest gewild, dus we hebben meer L, XL, L, XXL. Oké, okay. Dan nou, zet ik mijn camera neer, dan gaan we ook even helpen. Geef je even wat uit. Ja, is ook beschermd aan de voorkant. Oh, nee. Jezus Christus, dit doet zeer. Ja, dit is pijn. Niet normaal. Kijk dan, we zitten nu nog niet eens op 40. Kijk hoe pauper dikke dikzak die is, gek. Kijk dan. Doe eens kijken of ik kan zitten. Okay. Kijk hoe hij waggelt. Dat is wel een mik waggel. Ik zou juist niet zitten. Okay. Oh, jezus. Is dat zo beter? Nou, oké, dan doen we het zo. Ja, ja, voel je voetjes omhoog, hoor. Wat voel je ook? Beschrijf het even in de camera. Wat gaat er nu door je heen? Mijn hele helemaal verlamd, joh. Mijn benen worden wel verlamd. Je benen? Het lijkt alsof mijn benen soort verlamd worden. Maar het knelt helemaal af. Ja. Je moet ook even wat naar beneden doen, dat ze tot hier zitten. Dat je even wat ruimte krijgt. En dan schuiven we zo in één keer alles omhoog. Ja, ze gaan nog steeds lager. Ja. Gast, kans 1 op 100 dat ik nu met de luchtbox op je leuter mag mikken. Kijk of het tegenhoudt. Ja! Ik denk oprecht dat het tegenhoudt, maar... Ja, we gaan het niet proberen. Nee. Zo, kijk, wat een stek! Kun je eens gaan staan? Kijk, draai eens een rondje. Oh, nee. Wacht, meester, moet je even uit de schaduw, maatje. Ja, kijk. Wat een booty. 50 redden we wel. Als we nu snel doorpakken... Snel doorpakken redden we die 50. Redden we sowieso 50. Ja, je wordt niet afgekneld qua het ademen, dat is wel... Ja, nee, dat zou raar zijn, want je longen zitten ook een heel stuk hoger. Ja, net dat ik masturberen heb gehoord, dan weet ik het ook niet meer, hoor. We lazen net een artikel over een man die zo hard gemasturbeerd had dat hij longproblemen kreeg. Hij had lucht achter zijn longen, zoals in een gedeelte van zijn schedel. Hoe kan dat? Nou, dan moet je echt naar een kliniek, hoor. Maar ik snap het niet. Ik heb het proberen op te zoeken hoe dat medisch kan. Hoe kan dat nou? Jij moet even aandoen. Nou, het voelt weer alsof jij 6 was op. Ja. Dat ik jou moest helpen vroeger. Met je lui verschonen. Zo, nee. Jongen. Nou, we hebben alweer een nieuwe nodig. Zo, we hebben er heel veel hier. Okke, 10 euro hou je het hele dag aan nog. Nee, dat is onmogelijk. Ook 10 euro. Oké, beter gemaakt 8 euro. Oké, voor 50 euro ook. Nee, je kan
Moet ik hier weer gaan gymmen? Nee, dat ga ik niet. Moet ik hier weer gaan gymmen? Hij moet wel vanuit de supermarkt zo lopen. Het is gewoon een korte broek. Nee, maat, zo kan je niet lopen hoor. Kijk hoe die loopt als een pingwing. Ja. Statief gaat niet verder. Oké, okay, we zitten nu op 40. Oh jongens, dit is niet te doen dit. Nog 10 hoor, kom. Heb je zo moeite met bewegen? Ja, heel veel. Maar knelt het zo af? Ja. We hebben gewoon het gevoel alsof er een soort tourniquet om je ding heen zit. Niet normaal. Nou, zou ik dan ook zomaar 50 onderbroeken aan doen? Ja, doe ik er 1 aan gaan. Ja, ja, niet Calvin Klein. Ja, nee, maar überhaupt, dit moet je eerst even omwisselen. Maar kijk, dit mag je lies wordt ook tegengehouden, hè? Je lies? Ja, kijk, want dit zit helemaal. Ik ken niet. Ik je kan niet bewegen. Ik ken niet hoger dan dit. Nee, klopt. 43. 45, 47, kom op, 49. Mees aan jou de eer, nummer 50. Aan jou de eer. Heerlijk, dat zonnetje uit het zuiden zo. Nou, ook dat is hem dan, de allerlaatste maat. Zo. Nou, probeer eens een sprintje te trekken. Pas op voor de glas. Voel je je benen nog? Bijna niet. Eerst even een tunnel maken. Een tunnel maken. Oh, draai eens naar de zon toe. Dit is niet normaal. Kijk hoe dik. Draai eens om, draai eens om. Kijk dan. Allemaal gewoon. Die banden. Gas, heb jij zo'n grote leuter, ja? Ah, ja. Nee, strek eens aan die banden dan. Kijk hoe sterk het is, jongens. Oeh. Okay, tussen zijn naad. Tunnel maken, want anders gaat het. Ja, til hem even op. Alsof het niks is. Lachen. Ik weet niet wat de thumbnail wordt, maar dit maakt wel kans. Je hebt echt pijn. Je hebt echt pijn, hè? Ja, het mag afokken. Doe uit, joh. Doe uit. Ja, joh. Nou, nu laten we gewoon lekker schaam gaan kijken hoe lang het duurt. Zet de tuiners maar aan, we gaan een bakje koffie drinken. Oké, joh, kijk. Waar gaat het geen pijn meer doen? Ben ik benieuwd. Bij hoeveel onderbroeken dat je denkt van, oh. Okay. Maar ze gaan nu allemaal tegelijk uit, natuurlijk. Jezus, ook stel je voor, je gaat de avondje uitnemen en daar mee naar huis. Hoe moet je dat dan doen, joh? Zit lekker. Kan je wel nog 10 keer nadenken over je keuze, of het wel de juiste keuze was? Ja. Okay, dus zou jij moeten hebben eigenlijk dan, Mees? Nu begin ik minder pijn te doen. Zo, dat bedoel ik. Nu, dan heb je er meer dan de helft al uit. Jezus, het is gewoon swag. Hey, we kunnen ook uit doen, hè? Nee. Ja! Dat is zomaar gebeuren! Ja. Dan zie ik Okke, en dat is serieus echt iets voor Okke dan. Laat allemaal zo staan. Ja. Dus zo, dit is echt een bevrijding. Oh mijn god, bro. Oh, ik zag. Is dat echt strak? Oh, ja, toch meestal precies in de zon. Oh, sorry, opnieuw ook. Ja, en die laatste ook uit. Ja, lekker rood, man. Zo, dit voelt echt als een bevrijding, jongen. Kijk ook zijn benen. Zo, pik. Zat dat zo strak? Ja, het zit echt heel strak. Wow, yo. Oh, kijk hoe die erbij staat. Ja. Die is gewoon een hele... Waar lijkt het nou op? Het lijkt ergens op. Een rok. Dit is een... Nou, wel een rare rok. Ja, in jouw geval zou het Marok zijn. Marok Gold is lekker, jongen. Okke gaat zakken lopen. Ja, ja, dat is het! Zakken lopen, ja. Ja. Nou, hij kon net met zijn eigen zak bijna niet lopen. Zo klem zat hij. Je had geen pijn aan je pik, hè? Of wel? Nee. Van je zak, nee. Daar zit ze ook wel echt heel goed, hoor. Ja, dat is nou echt het kenmerk van Beatma Boxen. Die zon is zo fel dat jij bent gewoon spiernakend wit. Oh nee, dat lag niet aan de zon. Ik heb geen recht van spreken trouwens hoor. Ik ben ook echt knijper. Ja. En meestal, dat is gewoon een A4 papiertje. Dat is niet waar. Ik ben best wel bruin geworden hoor. Ja, hij zit nog aan de zooi. Wie is bruiner, Ok of ik? Mees. Ja, jij bent wel iets bruiner, ja. I am. Of althans minder wit, laat het zo zeggen. Ja. Ja. Wat kan je zeggen man? Ja, ik zeg toch net ook dat ik wit ben, of niet? Oh, dat hoor ik niet, schat. Nou, pleur die maar gewoon weer in die doos. Die gaan we ik andere ben video's. Ik loper. Ja, die op het nieuws was, ja. Die vrouw. Ja, die vrouw. Ik vond het zo'n leuk filmpje. Ik had er zelfs onder gecomment. Ja. Ik vond het zo'n leuk filmpje. Zo'n vrouw die uit Afrika hier is komen wonen. En die kranten rondbrengt met die Afrikaanse techniek. Dat ze dan gewoon op de hoofdkop balanceren. Nou, vond ik zo gaaf. Ik had zelfs gecomment op dat filmpje. Dat was gewoon van een nieuwsblad. Ik ken dat, hè? Ja, hoe kan dat? Hoe kunnen ze dat balanceren? Hoe kan dat? Die vrouw loopt gewoon als een kievit zo. En met die kranten op de hars. Dus hoe kan dat nou? Ik denk dat ze nog op zo'n festival kunnen staan. Ja, en die kranten blijven gewoon zitten. Ja. En dit is het goede leven. Dat ding. Dit ding achter dat logo, die gaan we even lekker pakken. Want, dan rit je iets omhoog, dan zie je veel te decolleté natuurlijk. Dat kan echt niet, jongens, dat is niet decadent. Okke, kom hierheen, we pakken niet de Audi, we pakken de Italiaanse stier, ja? Daar gaan we weer. Ja, oké. Okay. Zo ziet die van jou er 's ochtends ook uit, toch? Zo. We gaan lekker sporten, dat is gewoon het goede leven, toch ook? We even gaan bodyboys we gaan even zwaar master worden. Goeie lekker!
Goed leven. Met dit weer, de groene kikker pakken. Heerlijk, we gaan op pad, we nemen jullie mee. We gaan even die chest lopen en die benen vandaag. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Oh. Zo jongens, we gaan lekker gymmen. We gaan de hele tent afbreken. Ik heb vandaag een paar video's gekeken van Joël. Geen grap, dat motiveert wel. En mijn tijdlijn en zo, mijn social media, krijg ik steeds meer fitnessdingen aanbevolen. Dus word je nog meer gemotiveerd. Dus ik heb knijts veel zin in. We gaan voor goud. Breek je de tent af. We gaan gewoon. Ik heb ook een scoop ingenomen en ik voel hem al een beetje opkomen. Dat is niet normaal. Heb jij dat ook opkomen? Ja, weet je man, weet je mijn vingers stoppen. Ik denk jij dat zo'n tintelrand achter die eikel hebt. Ja. Vijf van de dag van de scoop is. Het zal niet. Ik hoop het wel. I can't take it. Ja jongens, ik heb mijn volgende auto gevonden. Dit wordt hem hoor. Nee, dit wordt hem. Ja, McDonald's van deze auto, jongen. Kijk dan, hoe ziek. Kijk eens even. Die andere is ook wel vet. Dit zijn eventjes, of niet? Gaaf. Ja. Bam, daar zijn we weer hoor, bij Joey. We gaan eens even lekker sporten. Ik denk dat we hidden hebben vandaag. Hey, Joey heeft dit pand erbij gekocht en die is aan het verbouwen. Dus we gaan eens even kijken hoe het ervoor staat. Als het mag van Joey, ik zal het wel even vragen. Het is chest day en hopelijk eindigen we een beetje met benenhokken, zo aan het warming uppen. En ik had Joey even gehept van, is het goed als ik een stukje film van de verbouwing? Hij zegt, tuurlijk man, we zijn in open boek op z'n Utrechts. Hier jongen, hier, dit heeft, Joey heeft gewoon een heel pand erbij. Dus je gaat helemaal uitbreiden, fucking vet. Het is hem gegund. Nou, we zijn nog helemaal aan het verbouwen hier. Je ziet het. Nou, deze panden hebben ze dan doorgebroken. En dan beneden. Beneden is ook serieus. Moet je kijken hoe groot die ruimte is, joh. Kijk dan. Dan loopt er helemaal achter nog door. Kijk, ziet er nog een kamertje. Wat ziek, hè? Kan hier gewoon veel meer mensen gaan trainen. En dat is goed voor het bedrijf natuurlijk. Zo ook, we gaan compleet verzuren vandaag, hè? Ja. Geen excuses. Gisteren hadden we rugdag. Vandaag is het borstdag. Beendag. En een beetje benen, ja. Twee stuks, niet drie. En een kleine Star Wars remix op de achtergrond. Twee. Een soort techno remix. Nou, even de hele chest kapot maken, verzuren. Straks proteïne bikken, ja. Zoals leven ervan af aan. Shakes. Zes. Protein pancakes. Kom op, Wokka, 40 kilo. 7. Je gaat voor die 10. Ga voor de 10. Vreet die stang op. Laat je niet stangen. Nou, prima. Kom maar door. Laat je niet op de stang jagen, bedoelde ik. Nee, laatste zonder hulp hoor, kom op. Kan jij. Helemaal kapot maken die chest! Mooi. Lekker man. Wat gaan we nu doen? 45? Ja, maar 50 toch? 50. Let's do it. 10 keer 50. Eens even kijken of ik het nog in heb. Dat is het enige wat ik niet te zwaar mag trainen natuurlijk, de chest. Maar ja, meestal blijven we een beetje hangen bij max 60. 50 zit er wel in, denk ik wel. Summer body. Yeah, yeah. Gaat u? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, netjes, kom op, kom op. Niet al, borst niet nodig. Nee hoor, dat was zo doen. 9, kom maar. 10, ja. Tot 12. Ja, ga maar door. 11, eentje, maak maar op. Hop, 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 hop. Lekker. Kom maar. Ja, die okke die probeert nu te bank drukken, maar het lukt van gemeten. Kijk, dan heb ik geen idee. Ik heb geen idee hoe hij hem vast moet houden. Kijk nou. Ik denk dat hij uit Maduradam komt of zo. 6. 7. Top, 8. Kom op, 10 red je wel, 10 red je wel ook. Dus voor die triceps. Borst, triceps, benen. Kijk eens even. Maar het ziet er zo lullig uit. Prima. Kijk, hoor, netjes. 2. Kijk, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, ja hoor, 11, 12, prima. Zo, dat is echt als een gekko gast. Okke. Okke. Nee, ik heb niks gebeurd. Wat doe je nou? Okke, kon het niet houden, hij piste vol over die dumbbells heen. Moet je kijken joh, dat kan het nog niet ook.
Wat een ammoniaklucht, joh. Nou, Hok, benen trainen. Volgens mij staat hij op 70 kilo. Moeten we daarop beginnen? Mooi gewicht. Mooi gewicht. Pak je eerst 60 op de stad, man. 60. Ja, ik ga hem wel even zwaar pakken, hoor. Groeihormoon aanmaken. Met benen maak je de meeste groeihormoon aan. Wat effect heeft op het hele lichaam. Kom op, Hokkie. Dit is wel lekker shotje zo, hoor. We zouden er zo een edit van kunnen maken. Dat gaan we niet doen. Maar het ziet wel gaan. Kijk, die kop eens even. Zo zit hij ook op de wc, hoor. Ze zit te schijten met zijn harses. Kijk eens even. Hoppatee. Kijk, we gaan met zijn Yeezys. Helemaal vet trouwens, die blauwe. Ja, dit zijn trouwens mijn sportschoenen. Deze Yeezys loopt zo lekker. Ga ik altijd voor het sporten. Hoeveel zit ik eigenlijk? Dan heb je er 12 gedaan. Lekker, man. Hoppatee. Nou, ik hè. Afzien. Ja, jij moet weer hoger. Nee, maar. Ja, het is wel zo. Ja. En hoe je het zegt, kan echt niet. Altijd de eerste keer dat je been doet, is de ergste. Ja. Omdat je helemaal op moet warmen. Oh, dat is het moeilijkste, hè, aan het begin. Ja, ik wil in principe nog wel kunnen lopen zo meteen. Gaat wel lukken. Ja. Met je opletten met een trapje. Ja. Lekker bezig, man. Zo veel vuur in die benen. In alle drie, kan ik je vertellen. Morgen gaat lopen lastig worden. 120 kilo's. Laatste rippie. 1. 2. 3. 4. Ja, man. 9. 10. 12. 12. De grip, wow. Dat was hem. Klaar voor vandaag. Oké, dames en heren, dat is hem. Stam maar naar de kapper om dit lelijke haarwerk te fixen. Bedankt voor het kijken naar deze gekke vlog. Ik hoop dat jullie er meegenoten hebben. En anders niks. Ik zie jullie morgen om 5 uur. En anders niks. Ik ga zeggen wat ik wil dat zeggen. En dat is starten van een video. Spetter!